Gerard Stiene uit Asten heeft op zondag 10 januari de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Burgemeester Hubert Vos spelde Gerard de versierselen op tijdens de slotdag van het 10e Manege voetbaltoernooi in Manege Heiligers in Asten. Gerard Stiene zet zich al meer dan 25 jaar in voor de voetbalsport. Bij voetbalvereniging NWC, als voetbalverslaggever bij de lokale omroep Sirius en bij de organisatie van het Manege voetbal in Asten. Op je jas, een koninklijke onderscheiding. Wat een verrassing. Ja, zeker een verrassing. Ik zei dat, Hansje vertelde het al, ik wist dat de harmonie zou komen. Ik denk, die komen gewoon serenade geven voor 10 jaar bestaan. Maar toen ik de burgemeester zag, toen begon de trein een beetje te lekken. Had je niet een beetje verwacht? Nee, echt niet. Nee, het is, je hebt zoveel vrijwilligers die goede zaken doen. Ja, dat je dan voorgedragen bent, dat is wat super. En je had ook niks gemerkt van de voorbereidingen? Nee, helemaal niet. We zijn zo druk bezig met alles en nog wat. We hadden een jubileumeditie. Dus de organisatie liep perfect. Maar dat signaal heb ik nooit doorgekregen. Nou ben je dus organisator van heel veel activiteiten van NWC. Manegevoetbal voor de 10e keer. Wat maakt het nou zo bijzonder, de manegevoetbal? Manegevoetbal maakt bijzonder. We zijn er 10 jaar geleden aan begonnen. Het idee is ontstaan, daar kan ik beter mee beginnen. Ik ben zelf 15 jaar jeugdleider geweest en 25 jaar geleden begon dat. En mijn MC had toen heel slechte velden. En toen belde ik André op hier naar beneden van André, luister eens, heb je een bak vrij? Dan ga ik met die jongens trainen. En toen is dat lampje gaan branden van ik ga eens een keer een toernooi organiseren. Nou ja, dat is 10 jaar geleden aan begonnen en het was mee een succes. Dus, heel bijzonder, ja. Ja, heel leuk toch, hè. Maar je bent altijd met voetbal bezig? Altijd. Bij Sirius doe ik soms mee van de wedstrijd van MWC 1, verslag op de radio. Ja, dus ik loop al 50 jaar bij MWC de club rond, dus het is altijd een mooie sport toch, hè? En vandaag een erkenning. Ja, geweldig. Ik ben er helemaal beduusd van, dus je zal misschien in mijn stem een beetje horen, maar ja, het is toch ook zo mooi, hè? En samen met je vrouw? Ja, ons heel gezin, dat moet ik eigenlijk zeggen, want ik word al wel beloond met een leentje. Maar eigenlijk is het voor het hele gezin gewoon. Die verdienen dat. Zonder jouw gezin kan je helemaal niks. Zo is dat. Wim, voorzitter van NWC. Net heeft Gerard Stiene een koninklijke onderscheiding gekregen voor al zijn werk bij NWC. Wat betekent hij daarvoor, voor jullie? Gerard voor ons betekent voor NWC. Gerard is een vrijwilliger, puur sang. Die staat dag en nacht voor NWC klaar. Als wij een beroep doen op Gerard, dan zal hij nooit nee zeggen. Ik denk niet dat het woord in zijn woordenboek staat, nee. Hij is heel actief. Ook voor Sirius op de zondagmiddag bij de wedstrijdverslagen. En daarnaast is hij op dit moment nog heel actief met de distributie van het clubblad. We hebben 1300 leden en op al die adressen moet in een keer in de 2 maanden toch het clubblad terechtkomen. En daar heeft Gerard een heel team voor wat hij aanstuurt. En hij zorgt dat iedere editie weer mooi bij alle leden in de bus valt. Dus hij is heel actief wat dat betreft. En hier nou 10e editie van het manegevoetbal? Ja, hij is 10 jaar bezig hier. Het is, was hij zelfs net ook al aangaf in zijn toespraakje. Hij is hier helemaal mee begaan. Het is echt zijn kind, dat zal ik het maar eventjes noemen. En hij geniet daar met volle teugen van. Hij geniet van het enthousiasme van de vrijwilligers. En hij is zelf ook een voorbeeld voor vrijwilligers, want hij is enthousiast. En hij is er helemaal mee vergroeid. En ik moet zeggen, het manegevoetbal is een geweldig evenement. Daar voetballen meer dan 600 kinderen en volwassenen zijn actief in dit weekend. En hij haalt er BVO's bij, betaald voetbalorganisaties. En gisteravond heeft Dries Groelvink hier opgetreden. Hij haalt er alles en iedereen bij om er maar een geslaagd evenement van te maken. En daar is hij al 10 jaar heel goed in geslaagd, moet ik zeggen. Ja. En voor de jeugd is hij ook druk bezig? Voor de jeugd, voor MWC, hij is in het verleden jeugdleider geweest, 15 jaar lang. Hij is op dit moment niet meer actief in de jeugd van MWC, maar hier bij dit toernooi, daar hebben ze een aantal jaren terug hebben ze het uitgebreid. Waar ze begonnen zijn met de volwassenen, hebben ze er nu ook de jeugd bij gehaald. En een paar jaar terug zijn ze ook begonnen met een dames toernooi hier. Dus ze zitten ook vol ideeën, ze breiden ieder jaar maar uit en het wordt steeds groter. En het is gewoon heel professioneel zoals het hier allemaal reilt en zeilt. Wel een vrijwilliger die heel belangrijk is voor NWC. Het zijn belangrijke. Uiteindelijk zijn alle vrijwilligers natuurlijk belangrijk. Maar Gerard heeft dan een lange staat van dienst. En een ontzettende grote inzet voor NWC. En dat is heel belangrijk voor NWC. Zulke mensen die, ik zou zeggen, die kunnen we niet genoeg hebben. Maar we zijn heel blij met Gerard bij NWC. Ja. En ook een beetje trots met zijn onderscheiding? Ja, ik denk dat we met alle mensen die een keer in het licht gezet of in het zonnetje gezet worden vanwege hun vrijwilligerswerk, dat we daar blij mee zijn. Ook met de vrijwilligers die niet in het zonlicht staan, zijn we uiteraard blij mee. Maar Gerard heeft zijn sporen verdiend en de koninklijke onderscheiding is ook,
in mijn ogen volledig terecht door de koning toegekend.